Het is vandaag dinsdag 20 november 2018. We zijn te gast in de hele mooie kapel van de Hieronymus Academy of Data Science, JETS, in 's-Hertogenbosch. Voor de eerste President Circle over de digitale samenleving. Die georganiseerd wordt door Tilburg University Society in samenwerking met JETS. Het onderwerp is de digitale samenleving en we hebben drie inleidingen. De eerste inleiding is door Ralf Hamers, CEO van de ING-groep. Die gaat over de productiefactor kapitaal en natuurlijk een fintechbedrijf als ING. De tweede inleider zal zijn Jacques van den Broek, de CEO van Randstad. Dat zal vooral gaan over de productiefactor arbeid en inderdaad ook hoe de uitzendbranche opereert in het nieuwe speelveld van de digitale samenleving. En de derde inleiding zal zijn door Edwin van Rest, CEO van Studieportals, zeg maar de Amazon of Learning, die het zal vooral hebben over de rol van onderwijs en onderzoek, dus in het kader van de digitale samenleving en hoe wij ons inderdaad moeten voorbereiden op die samenleving waarin data science en artificial intelligence een steeds grotere rol gaan spelen. Kern van mijn betoog is dat bankieren steeds meer een digitale onderneming is. In een digitale onderneming moet je je klanten vooral leren kennen en begrijpen door veel data te verzamelen en data te analyseren. En daarom zetten wij vol in op data scientists en hebben ze veel te bieden. Nou ja, vanavond gaat het over de digitale samenleving. Ik ben CEO van Randstad. We staan natuurlijk midden in de arbeidsmarkt. Nou, wat ik vanavond wil delen met het publiek is wat digitalisering betekent voor met name de arbeidsmarkt. Het is overigens een vrij positief verhaal. Vaak lees je wat negatieve dingen. Robots nemen alles over. Ik hoop daar wat nuance in aan te brengen. En vervolgens ook heel kort aan te geven wat het voor mijn bedrijf, voor Randstad, betekent. De digitale samenleving zit vol met goed nieuws. Dingen worden efficiënter en dat komt ook omdat dingen schaalbaarder zijn. Schaalbaarder betekent meer the winner takes it all. Om global winners te creëren hebben we global talent nodig. En in de digitale samenleving bestaat er eigenlijk steeds minder een zilveren medaille. Mijn betoog gaat erover hoe we een sterke samenwerking kunnen creëren om global talent aan te kunnen trekken en kunnen laten bloeien in Nederland, zodat we voorgesorteerd zijn voor een podiumplaats en zoveel mogelijk gouden medailles gaan winnen.